Pills and potions. Laat me je meenemen naar de energie voor over een paar uurtjes. Pluto vooral, samen met het Venus. De liefde zou je intens kunnen gaan voelen als de liefde natuurlijk bij je. Maar wanneer die bij je binnenkomt, hoe je moet lief hebben, hoe je moet beminnen, dat gaat zich manifesteren bij je. En dat kan in een positieve of in een negatieve zin. Het is meer afhankelijk van de aspecten en de sterren die in je kaart staan, in je natal chart. En je hoeft niet een persoonlijke natal chart te hebben. Als je de natal chart van de aarde kan lezen, jij in je 12 chakras bent, verbonden bent aan Gaia. Dus gewoon vanaf daar de energie bij je binnen laat komen. Dus zodra jij ja, die liefde die toch al in meerdere groepen te delen zijn. Als jij, ja, hoe zeg je dat, de variatie daarin kan vinden. Daarin kan schommelen en ondertussen bij jezelf kan blijven. In ieder geval van jezelf kunnen houden. Relaties is een belangrijk iets. Als je mijn situatie kent, dan moet ik de relaties bij mezelf vinden. Niet als een of andere schizofreen of zo. Maar wel gewoon een doel in het leven blijven hebben. Of bij welzijn blijven in ieder geval. Mijn body zo. Niet in één van de drie verliezen. Het gescheiden houden, maar het wel één willen maken. In ieder geval bij mezelf blijven. Je zou je bij jezelf moeten willen blijven, toch? Deze tijd is het ook een stuk makkelijker om dingen naar je toe te trekken. De aantrekkingskracht te gebruiken. Door niet alleen de emoties, maar ook je seksualiteit, die drift, die kundalini-energie die in je zit. Die zijn nu sterker. Je moet rekening houden met karmische relaties ook. En snel verliefd zijn. Tricky. Ja, als er ergens een unieke vorm is, je moet in ieder geval altijd voorzichtig zijn. Als je nou zelf een laag beeld hebt over jezelf. Je hangt elke keer in de negativiteit. Ja, dat kan leiden aan een gebrek dat je van jezelf houdt. En je zelf bijdraait aan de dingen kapot maken. Ook kan je slachtoffer worden van veel verraad. Mensen die misbruik van je maken. Een soort van elke keer gestoken worden. En de pijn in je eentje moet doorstaan. Wel bovenuit komen elke keer. Daarna weer gestoken wordt. Zeker als je de bijen, de wespen, de ratten, de slangen om je heen laat. Dan blijf je in een cyclus zitten waarbij de dingen alleen maar doorgaan. Veel komt echt gewoon vooruit. Jaloezie, bezitterigheid. Veel manipulatie, echt zelfs gewoon misdaad, wetten, regels overtreden, waar echt gewoon gevangenisstraffen op staan en zo. Dingen die mensen doen en erger maken, omdat ze niet de schande willen, de schaamtes die mensen hebben. Al die negatieve manifestaties. Ja, dat leidt uiteindelijk, kan het leiden tot zelfmisbruik. Drugs en weet ik het allemaal. Ik ben blij dat ik het alleen bij mijn wietje zou. De keren dat ik truffels heb gedaan. Zijn gewoon de keren die ik op camera heb gedaan. Is niet iets wat je elke week doet, toch? Maar als je al dat fake om je heen niet aan het herkennen bent. Wat echt karma voor je is.
het op jou ook uitdrukt, echt bezig met zelfschade, waardoor je alleen maar terechtkomt in armoede. Als je wel in dingen trapt, in dingen mee laat gaan, wel die incubus, succubus bij je naar binnen laat nemen, kom je misschien wel bij seksueel misbruik. Al die, ja, er zijn nog wel extremere dingen te verzinnen natuurlijk. Ah, er zit iets dieps in je, jongen. En dat is die pure natuurlijke liefde. Zolang jij daaruit kan blijven tappen, dan ga je gewoon alle pijnen kunnen overstijgen. En met die krachten van Pluto nu zo sterk. En als je je niet hebt laten misleiden, stabiel kunt blijven, ondanks al het verraad en noem maar op. Dan kan je gewoon je leven transformeren. Echt deuren dicht doen. Dan gaan er vanzelf andere deuren open. Koorden doorknippen. Energie tegenhouden. Niet meer mee bezig zijn. Uiteindelijk moet je gewoon je eigen lot moet je bepalen. En, ja, je wil niet je eigen duisternis bezoeken. Waar ze je wel willen hebben. Verloren in jezelf. Dat jij wel gewoon sterk kan zijn. Uiteindelijk willen ze ergens indrukken. Als je dat indrukken als een cocoon ziet. Ondertussen bezig ben met het transformeren, het omzetten van de energieën. Daarmee ben je natuurlijk wel met de emoties bezig. Ja, dat vergt energie, dat kost tijd. Maar hoe meer tijd en hoe langer je in die cocoon zit, de basisbehoeftes die zijn altijd aanwezig, hier in Nederland zeker. Hoe langer het duurt, hoe sterker je uit die cocoon uiteindelijk gaat komen. Dus als je met je positieve gevoelens gewoon kan blijven, de eigen waarde. Niet laten verleiden, misleiden om slecht te doen, maar of gaat luisteren naar hoe anderen je beoordelen. Meteen snapt dat het brainfuck is, hun tekortkomingen, hun ego. Als je wel bij het positieve kan blijven en zelf gewoon dingen aan het manifesteren bent, anderen helemaal niet nodig hebt. Gewoon zelfvertrouwen hebben en die populariteit, de rijkdom en alles. Je kan beter gewoon gezonde relaties om je heen hebben dan. Als het gezond is, dan groeit de rest vanzelf wel. Als je allemaal vuil om je heen hebt, dan blijf je maar dingen transformeren. Je kan beter wat mooi is en positief is transformeren naar iets beters toe. Ja, als je de energieën snapt die er zijn en eigenlijk nu al bezig gaat met de energieën die nakomen, zodat je niet tekort doet, kan je gewoon voorbereiden op dingen. Kan je echt gewoon als je nu al, je moet echt gewoon elimineren wat negatief is. Het gedrag van mensen. Wat om je heen is. Beïnvloedt gewoon je ontwikkelingen. Dus je moet echt gewoon de voorkeur geven aan vrienden. Mensen die van je houden. Die jou gewoon serieus nemen. Ik zal er snel achter komen dat er maar weinig, er zijn er weinig, die de liefde waar jij in hangt, de liefde die jij snapt, dat hun dat ook hebben. Vooral echt met, we zijn bijna met allemaal wel hier in Nederland ook, met dezelfde normen en waarden opgegroeid. Het is maar hoe breed kan jij ze inkleuren.
Er zijn weinig mensen die zoveel van jou houden als dat je van jezelf houdt. En ja, die Pluto die zorgt tegelijkertijd ook gewoon weer voor. Het is bijna dramatisch dat je echt de liefde zoekend bent. Echt behoefte hebt aan de liefde. Het om je heen hebben, het geluister willen hebben. Je hebt gewoon in deze tijd echt behoefte aan dieper, intenser, gewoon de niveaus van bewustzijn. Je wilt dingen overstijgen. Je wilt veel, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker als je single bent, alleen, dan ben je druk op zoek naar die dingen toe. Ja. Moet je kaart slim spelen op deze tijd. Als je kaart kan lezen, dan ben je al een hoop verder. Als je intuïtie het goed doet, hier de gevoelens begrijpt. Zesde zintuigen en dat soort dingen aan het gebruiken ben. Als jij echt gewoon sterk kan zijn in jezelf geloof. Gewoon de macht naar jezelf toe trekt. En niet om op anderen uit te oefenen, maar om op jezelf uit te oefenen. Dan trek je vanzelf de mensen aan die je aan moet trekken. Zodra je de energie in de magnetische velden, je eigen magneet. Ga je mensen bij een onderbewustzijn ga je raken. Dat gaat vanzelf iets prikkelen. Ja, je moet geen... Er kunnen problemen ontstaan als je misbruik aan het maken bent. Van die aantrekkingskracht. Zeker, daar moet je ook uitkijken. Duistere mensen met maskers. Die heel positief en blij doen. Ja... Als je niet hoort dat het vals is. Uitkijken dat je er niet te veel wil laten aantrekken. Dat zijn de mensen die gaan echt... Die ga je proberen om te manipuleren. Dat zijn mensen die gaan je schuldgevoelens. Dat zijn gewoon mensen die heel subtiel met bepaalde technieken gewoon bezig zijn. Hè. Dat kan al met woorden, symbolen, bepaalde teksten. En gewoon bepaalde de manier waarop mensen zich gedragen moet je gewoon opletten en oppassen ook gewoon. Niet alleen wat er bij jezelf gebeurt, maar ook wat er bij anderen gebeurt. Het beeld wat mensen willen je slecht inkleuren. Dus dat doen ze niet alleen bij jou dat je minderwaardigheid of als het je wel wat doet. Zeker als het bij jou allemaal niks doet, dan zullen ze de mensen om je heen gaan manipuleren, je slecht inkleuren. En dan is het, ja, wie is bij zijn hart? Wie is wel al zichzelf aan het verleiden, misleiden? Wie houdt er wel al van de geld? Wie wil er graag geld? Wie is op zoek naar dingen? Moet je echt vooruitkijken. Hier is ook echt het is weer, die bezitterigheid, die illusie die mensen hebben. En je bent net als dat je soms snel verliefd kan zijn. Hangt nu ook echt iets waardoor je... Ja, als jij iets wil en iemand gaat dat aan je geven. Ga je er wel blij mee doen. Je moet ook gaan nadenken waarom. Zeker met al dat, als je de last hebt van het stalken, spionage. Ik heb nou wel een paar keer gezegd, dus mijn mind zit er wel. Soms voelt het een beetje, of niet eens voelen, het idee. Dus alsof er echt camera's meekijken en zo. Had ik een app gedownload. Kan je detect over camera's zijn. Maar ik heb weer niet die magnet bullets. Ik heb weer een of andere goedkope telefoon natuurlijk. Die ken ik allemaal niet. Ik dacht wel, ja, dan kan ik wel kijken of ik bedoel met de telefoon. Oh, whatever.
Blijkbaar, het is nu wel duidelijk dat met al die technologie, alles wat ze nu kunnen, alles wat ze al konden in 2014, wat we toen mochten weten, wat ze konden in 2014, dus al veel verder waren. Nou, hoeveel jaar zijn we nu verder, dus hoeveel verder zijn ze nu? Ze weten alles. Dus het is echt, stalk de poker, whatever. Ik loop gewoon s'avonds rondjes. Ik doe gewoon wat ik doe. Alleen niet meer met de mensen die er niet voor me zijn. Het is zelfs in deze tijd is het echt geliefde, familie, bro's, vrienden, alles. Wat echt heel close is. Alles is tricky, alles is listig. Te veel door hun laten beïnvloeden of te veel informatie aan hun geven. Dat kan echt al gevolgen hebben. Als het wel nog manipulatie is, je wel nog erin trapt. Wel, het is bijna chosen one, dan sta je alleen. Tot je echt je zool trijpen, je zoolfamilie. Het is echt de heks en zo, het is alsof die allemaal op 4D hingen. Dat is allemaal leuk. En alles konden we spelen wat op 3D zat. Sommigen een beetje de gevoelens snapten van het 5D. Omdat ze wel, weet ik veel, getraind, geoefend, jaren geoefend hebben met de Estel Travel naar dromen toe. Laten we het daarop houden. En nu mensen naar een hoger bewustzijn komen, naar dat 5D toe. Ja, beginnen we dingen door te hebben. En aangezien het stijgt en we tot die 12D kunnen komen. De struggle op 6D erg lastig is. Goed, kwaad. Rond de 8e, wanneer je bij de spiegels terechtkomt en ze de spiegels die fake zijn, of in ieder geval acteur gespeeld is, hier ook in de fysieke 3D wereld gaan plaatsen om het je nog lastiger te maken. Het heel erg moeilijk is op 10D het grotere plaatje te zien als slangen door het gras bewegen. Ja, het is niet dat ik earth of een warmtevisje heb ofzo. De leugens die dan maar blijven, terwijl voor op 11D, wanneer je wel echt de juiste vraag aan het stellen bent, want ja, die warmtevisje die staat in één keer aan ofzo. Je ziet wel al het ongedierte. De sneaky plannen die overal zijn. Maar mensen blijven liegen. En als je expres de verkeerde vragen stelt. Wel goede vragen, maar de verkeerde vragen. Of niet de vragen naar hun, maar naar hun partner toe. En de antwoorden die terugkomen. De emoties die daarbij komen. Het is allemaal leuk. Ja, niks wordt beantwoord. En dan op dat 12D eigenlijk. Alle vragen die je had, die kan je gewoon zelf beantwoorden. Alle vragen die je hebt, stel je en niet alleen YouTube laat het zien, maar ook mensen waar je gesprekken mee hebt, zonder die vragen te stellen. Geef de antwoorden op die vragen, terwijl de gesprekken over andere dingen, ja, het is lastig uit te leggen, maar als er een hele als er een liedje is, weer een bordje ging uitvaren. Bij de ene wordt er over weer een bordje en over het andere wordt er over varen. En dan kleur zo dat hele liedje maar in. En ze zijn gewoon liedjes aan het zingen. Ze zijn gewoon scripts bezig.
Ja, als mensen met elkaar kunnen overleggen, met elkaar aan het chatten zijn, met elkaar aan het streamen zijn, dan kunnen ze met elkaar overleggen. Ik gedraag me zo, ik zeg dit, ik doe dan dat, ik plaats zo'n plaatje, ik stel die vraag aan hem, ik ga leuk doen met hem op die manier. Daarom is het gewoon ja, bij jezelf blijven en je niet laten. Nee, je hebt gewoon een tijdje, weet je wel wie negatief is, wie bijna nog gewoon nog gevaarlijk mee is om mee om te gaan. Omdat je gewoon weet dat ze je ergens weer terug in willen trekken en dingen gewoon klaar zijn. Sommige mensen gaan echt met alle wetten die overtreden zijn en hoe ze zich gedragen. Gaat echt richting het criminele, echt. Oh, ja, bijna een heleboel. Lijkt ook wel aan de drugs, hoeren, seksdingen, bij wijze van spreken. Wel echt, ik weet niet wie dat dan allemaal gevoeld heb, meegemaakt heb. Echt gewoon voodoo-hekserij. Als je gewoon... Ja, als je wel in een gezonde relatie zit, moet je natuurlijk niet gaan twijfelen. Je weet zelf wel of je gelukkig bent of niet. Als je wel gelukkig bent of niet gelukkig bent. Je gaat nu gewoon intenser. De kundalini-energie, die gaat gewoon door je heen. Je gaat gewoon die energie, als je zo sterk bent daarin, van anderen gewoon voelen. Je gaat de enthousiasme en de liefde voelen. En daar waar dat niet is, ga je een verwarring. Ga je iets voelen aan je intuïtie. Moet je echt naar je onderbuikgevoel steken in je hart. Moet je gewoon naar het kippenvel. Niet alleen het kippenvel buiten zichtbaar, maar ook het stroom wat door je heen gewoon gaat. En uitkijken dat je niet door deze energie, deze aantrekkingskracht niet laat misleiden, waardoor je een soort van gebonden raakt. Of pijn gaat oplopen. Zo'n aantrekkingskracht te snel gaat en je zit als een magneet aan elkaar vastgezogen. Ja, dat kan een positief iets zijn, maar kan ook echt negatief zijn. En daarom is het echt deze energie, moet je gewoon de liefde snappen. En niet misleid worden door de love of door de seks, maar de liefde, de kundalini-energie. Zonder iets te winnen. Iets bereiken. Dat is denk ik de sleutel van deze energie beheersen. Dus het is leuk alles wat op je afkomt. En al die aantrekkingskracht. Maar je zal het op een afstand moeten houden. Ermee spelen misschien. Ermee chansen misschien. Misschien horen wat diegene te vertellen hebt, maar je niet laten brainfucken en het ver genoeg houden en wegdrukken als je weet dat het vals is. En niet te gierig, niet te blij zijn met verlangens die beantwoord worden, dingen wat je graag wil, wat op je afkomt. Hou dat maar een beetje ook op afstand. Ja... De volgende energieën, die zullen meer vertellen. Je moet gewoon niet te gierig zijn, niet te happerig zijn. Bij jezelf blijven en de liefde in jezelf heb je niet van anderen nodig. Pas als je voelt dat het dezelfde liefde is, moet je er iets mee willen. En anders resoneer je ermee met grenzen, met bewaking.
Blijf bij jouw eigen overtuigingen en laat je niet overtuigen. Als het puur is, dan zal het het versterken. En dan lees je de volgende energie. De energieën zitten in ons. Wat buiten gebeurt, gebeurt in je. Dus als je de energieën buiten leest, dan ben je met jezelf bezig. Als je bezig bent, ben je in ieder geval bewust.